Vlogmas dag 12. Ja. Lieve mensen, we zijn vandaag, na deze video, zijn we gewoon op de helft. We zijn gewoon op de helft van Vlogmas. Like, nee, het gaat te snel. Ik ga gelijk beginnen met de shout-out van de dag. Want de shout-out van vandaag gaat naar een superleuke dame. Deze lieve dame heeft maar liefst 77 reacties op mijn kanaal achtergelaten. Dan heb ik het vandaag over niemand minder dan... Chanelva van Reeman. Deze dame is zo leuk. Ze laat altijd hele leuke reacties achter op mijn kanaal. En met deze kijker heb ik af en toe ook gewoon contact via mijn DM. Echt, volgens mij spreken we elkaar zeker wel maandelijks. Haar support is gewoon echt real, ik zeg het jullie. Dus dikke vette shout-out naar jou, Chanelva. Oké, guys. De titel spreekt al voor zich. Vandaag heb ik een mega DM. Shoplog. Gisteren ben ik namelijk met mijn gezin naar de kerstmarkt geweest in Keulen. En ja, ik kan Duitsland gewoon niet uitgaan zonder in een DM winkel te gaan. En ik wil eigenlijk altijd het liefst in meerdere gaan. Het is mij gelukt om in twee winkels naar binnen te gaan en lekker op mijn gemak te winkelen. Ik heb echt 1, 2... Ik heb echt 3 volle zakken geshopt. Met allemaal leuke, handige producten die ik kan aanvullen. In mijn voorraadkast. Dus ik ga beginnen. Ik heb hier trouwens ook wat items van mijn moeder. Want mijn moeder had me ook een lijstje toegestuurd. Met spulletjes die ze heel graag wil hebben van de DM. Dus niet alles wat je hier ziet is van mij. Maar 95% wel. Als er hier trouwens mensen zijn die niet weten wat DM is en waarom ik het nodig vind om 3 volle zakken mee te nemen naar huis. Nou, DM is een Duitse drogisterij. Ze verkopen daar heel veel aanmerken die daar gewoon veel goedkoper zijn dan in Nederland. Als je er toch eenmaal bent, is het zeker een aanrader om er een kijkje te nemen. Want als jij iemand bent die veel aanmerken koopt, en dan kan je denken aan Nivea, Dove, Edith, Pampers vooral, jongens, Pampers. Dan... zou ik echt even een kijkje nemen, want het is de moeite zeker waard. Oké, ik ga beginnen bij mijn eerste zak. En wat heb ik daar gekocht? Ik heb als eerst 2 flessen Lenore. Deze 2. Ik heb lang geen Lenore. Oh, de zon begint ineens te schijnen. Dan gaan we dit even een beetje omhoog doen. Ik heb lang geen Lenore wasafzachte gekocht. Ik ben eigenlijk volledig overgestapt naar Robijn. Maar die Robijn Morgen Fris, die blauwe variant Robijn Morgen Fris en Lenore ruiken bijna even lekker. Ja, het ruikt echt gewoon hetzelfde eigenlijk. Alleen vind ik van Robijn toch wel ietsjes lekkerder. Maar deze is ook gewoon goed. Nou, dat zijn de eerste 2 aankopen. En dan... kwam Cyrano deze 2. Flechtoucher. Extra grob en rijp vet. Oké, dit gaan we niet doen. ja, dit zijn volgens mij van die... Dit is volgens mij zo'n tissue box. En dit zijn echt van die grote. Heb ik hier toevallig een tissue box? Nee. Maar deze had Cyrano dus gezien. Deze vond ik wel erg leuk met dino's erop.
Want ja, in de winter gebruiken we gewoon heel veel tissue. Dus dat is top. Dit kwam ik ook tegen van die vochtige, volgens mij zijn dit snoetenpoetsdoekjes. Voor handen en gezicht. Deze. Ik wil even ruiken eigenlijk. Oeh. Ja, dit ruikt gewoon letterlijk naar aardbei. Normaal ben ik totaal niet van de geuren, maar dit is ja, voor handen en gezicht is het. Dit gaan we dan voornamelijk gebruiken voor handen. Ja, wel heel sterk hoor, die geur. Oké, wat heb ik nog meer gehaald? Ik heb ook tampons gehaald. Echt heel goedkoop. En mijn moeder wil dit dus heel graag hebben. Dit is dus venkelhoning vanaf kinderen van 1 jaar oud. Deze. En mijn moeder kwam op het idee om dit aan de kinderen te geven. Als ze bijvoorbeeld verkouden zijn of last hebben van hun keel, dan geeft zij hun dit altijd. Het helpt enorm en ze vinden het heel erg lekker om gewoon zo te drinken. Ze vinden het ook lekker om in een thee te krijgen. Dus dit is echt een topproduct voor als jij een kind hebt die zijn hoestdrank bijvoorbeeld niet binnen kan houden. Dit is ook een heel fijn alternatief om te geven. Dus hier heb ik er 2 van gehaald. En ik heb hier volgens mij geen bonnen. Even kijken. Oh, dat heb ik wel. Was dit? Zo'n fles venkelhoning is maar €1,95. Nou, jongens. Alleen al een normale honing kost in Nederland. En dan heb ik het niet eens over zo'n grote fles, bijna €4. Dus dit is echt top. Dus ik heb er 1 gekocht voor bij mijn moeder en eentje voor thuis. En het volgende item is voor mijn moeder. Ze wil heel graag toiletpapier hebben. Dus ik heb zo'n mega pak toiletpapier voor haar gehaald. Ik weet dat deze volgens mij in Nederland €17 kost. En daar was hij... Oh, hij zat op die andere bon. Ik weet niet waar die andere bon is. Maar deze was... En deze was volgens mij uit mijn hoofd €11. Dus dat scheelt ook weer een hoop. En ze wou ook vochtige toiletpapier hebben. Dus heb ik deze van Edat gehaald. Die. Dan hebben we de eerste zak nu gehad. De volgende 2 zakken die ik jullie nu ga laten zien. Dat zijn alleen maar verzorgingsproducten. Het is echt veel. Even kijken, wat is dit? Dit zijn van die, even kijken, Maxi wattenschijfjes. Ja. Die waren daar ook echt goedkoop. Want normaal gesproken, als je die van Day Makeup of zo, of zelfs die van Kruidvat, beginnen steeds duurder te worden. En dit was echt veel goedkoper. Hier heb ik er 2 van gehaald. Want ik had toevallig laatst al een klein voorraadje bij de Kruidvat gehaald. Dus ik dacht van oké, ik hoef niet al te veel te halen. Ik heb daar ook Micel Air water gehaald. Die was echt maar €3,75 of zo. En in Nederland kost dit 8 à 9 euro of zo. Echt niet normaal. Ik heb ook Colgate tandpasta gehaald. Deze. En ik heb daar tandenborstels gehaald. Ook van Colgate. Voor meestal kwam ik ook een super leuke tandenborstel tegen. Deze. Kijk even hoe leuk. Zo met een dino. Echt leuk. En voor Genoa en Mason heb ik echt iets leuks gehaald. Genoa zat gewoon rustig in de kinderwagen op dat meerijstoeltje zat hij te zitten. En ik was gewoon Pampers aan het kijken. En opeens hoorde ik... Oh, ma! Ma! Hij zag dus Pokémon badschuim. Nou, jongens. Geweldig. Kijk nou. In de eerste DM hadden wij dus deze 2 gevonden. Eentje van Charmander en van Pikachu. Dit is dus shampoo en douchegel. Nou, ik ga hun haren hier zeker niet mee doen. Maar ze mogen hier van mij wel mee douchen. En in die andere winkel kwamen we dus ook Squirtle tegen. En willen jullie geloven dat ik dit helemaal niet geroken heb? Oh, wat erg. Oeh, dit ruikt super lekker. Oh, wat ben ik blij. Oh, het zijn allemaal verschillende
Het zijn verschillende geuren. Oh, wat leuk. Oeh. Oh, ik ga stuk. Het staat gewoon hier. Nee. Het heeft allemaal ook aloe vera, dus dat is top. Maar ze hebben alle drie andere geuren. Of ben ik nu aan het spacen? Nee, ze hebben alle drie andere geuren. Ja, ik vind die van Charmander het lekkerst. Hebben ze ook weer een nieuwe douche ook gestuk. In Duitsland heet Charmander Glumanda. Pikachu heet gewoon Pikachu. En Squirtle heet Shiggy. Mijn gun, ik ga stuk. Deze smaak knijpfruit vonden ze zo lekker. Dit is watermeloen en banaan en appel. Deze is echt lekker. Ik had hem zelf ook geproefd en ik dacht echt, ja man, dit is wel lekker. Ik had er 8 gekocht en ik zie er nog 2. Dat is wel heel heftig. Oké, nu komen we bij de badspulletjes. Ik heb echt heerlijke douchegel gehaald. Dit is mijn, is dit mijn favoriet? Even kijken. Nee, dit is mijn favoriet. Ja, deze badschuim van Balea gebruiken wij echt al sinds forever. Met mijn moeder ging ik vroeger heel vaak naar Duitsland om allerlei Balea verzorgingsproducten te halen. Maar deze, die is gewoon altijd lekker. Zomer, winter, lente, herfst, altijd. Melk en honing geur, denk ik. En deze vind ik ook lekker. Dit is vanille en kokos. Hey jongens, ik kwam deze tegen. Waar ben je? Dit. Nou, ik wist niet eens dat Nivea dit had. De Nivea Passion Fruit en Mono Oil. Dit gaat heel erg alcoholistisch klinken wat ik ga zeggen. Maar als jij hiermee gaat douchen of hiermee in bad gaat, lijkt het gewoon alsof je baat in een pornstar martini. Nou, jongens. Ik weet niet of ze deze verkopen in Nederland. Ik heb hem volgens mij nog nooit gezien. Maar dit, ik wil dit gewoon opdrinken. Dit is gewoon top. Cyrano zei ook al van, ja, dit is echt lekker. Ik snap ook niet waarom ik hier maar 1 van gekocht heb. Raar. Nou, maar goed. Wat ik ook gehaald heb, is 2 van... deze. Ik heb deze per ongeluk 2 keer gekocht. Want ik ben eigenlijk helemaal geen fan van body milk. Dus ik ga er sowieso 1 weggeven. Maar dit was dus een limited edition. En toevallig had ik deze al opgezocht op de... DM drogisterij app. En ik zag deze en ik dacht, nee, deze moet ik echt proberen. Dit is dus Winter Moment Shea Butter. Maar ja, ik weet niet. Ik ben niet zo van de body cream. Oh! Ik bedoel body milk. Maar hey, deze is lekker. Dit is niet eens... Ja, jullie kennen dat wel. Body milk is gewoon niet fijn. Maar dit is dik. Oeh! Oh, dit is echt top. Ja, dit vind ik fijn. Maar toch ga ik wel 1 weggeven. Want ik heb zoveel. Ik heb zoveel crèmes thuis. Het is gewoon te veel. Ik was in 1 winkel. En toen had ik hem dus al gekocht. Toen ging ik naar die andere. En toen zag ik het. Toen dacht ik van. Huh, had ik het net nog gepakt? En ik wist het niet meer. En toen ik. En nu zie ik opeens dat ik hem toch 2 keer heb gekocht. Maar goed, maakt niet uit. En ik heb dus ook deze gehaald. Dit is een Balea body cream. En deze dingen, jongens, zijn zo goed. Ik heb boven ook 1 van vanille, volgens mij. Vanille en kokos. En die is zo goed, jongens, in de winter. Dit. Echt waar, ik heb gewoon geen bachao in de winter. Gewoon niet. Ik heb deze alleen niet kunnen ruiken. Vorige keer zag ik deze dus niet. Ja man, deze crème jongens. Zo dik. Laat me een beetje voor die enkel van me zetten. Laat me eventjes. Oké, dit is vals, want ik heb mijn been al ingesmeerd. Maar ik moest het toch wel ergens aan uitsmeren. Ja. En hij ruikt ook niet verkeerd.
Ik vind die andere, die gele variant, vind ik wel lekkerder ruiken. Maar gewoon die combinatie shea butter en arganolie. Nou, dat is volgens mij top voor je lichaam. Dus ja, ik ben hier heel erg blij mee. En er staat ook 48 uur. Ja, nee, ik weet niet wat dat betekent. Maar ik neem aan dat het 48 uur hydrateert. Wat betekent dit, jongens? Ik weet het, ik kan het opzoeken, maar ik heb daar gewoon echt geen zin in op dit moment. Ja, sorry. Oké, nu wil ik het wel weten. Even kijken hoor. Oh nee, van Duits naar Nederlands. Het gaat weer lekker hier, oh. Even kijken. Vochtig. Vochtigheid. Vochtigheid? Oh, oh, voordat ik het zei, voordat ik het gelezen, dan wist ik het al. Ja, wat goed van mij. 48 uur vochtigheid, maar dat klinkt raar. 48 uur vochtigheid. Heel raar dat ze dat zo zeggen. Maar goed, blijf 48 uur. Dat is 48 uur. Dat is 2 dagen. Nou, dat geloof ik echt niet. Dat geloof ik niet hoor. Want ik neem aan dat je in die 48 uur toch gewoon doucht. Dus dan gaat het toch weg. Maar ja, misschien ook niet. We zullen het zien. Maar goed, misschien is het wel echt zo. Dus. Oké, wat heb ik nog meer gehad? Ik heb hier ook een deo. Een Nivea Fresh Natural. 0% aluminium. En volgens mij ook 0% alcohol. I don't know. Maar goed, in ieder geval deze. Deze heb ik nog nooit eerder gezien. En ik was er wel benieuwd naar. Ik hou echt van zulke deo's. Nou, ik ga het niet openmaken, maar in ieder geval dit soort deo's. Ik gebruik, sinds ik in 2016 naar Amerika ben geweest, ben ik dus overgestapt naar die Powder Fresh deo's van Secret. Die zijn, oh, die Powder Fresh deo's van hun. Maakt niet uit wat je doet, het maakt niet uit hoe lang je het doet. Jouw oksel stinkt. Niet als je goed gedoucht bent van tevoren. Ey, zo fijn zijn ze. En dit lijkt er eigenlijk wel een heel klein beetje op. Alleen, ja, heeft het dus geen parfum en dingetjes erin. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hierna. Ja, dat. Even kijken, wat heb ik nog meer? Cyrano kwam dus ook deze mini deo tegen. Wel handig voor in zijn werktas. En ik kwam ook een mini iets tegen. Ja, dit kwam ik dus tegen. Een mini Listerine. Dit is echt top ook voor in je tas. Als je bijvoorbeeld gegeten hebt, kan je lekker je tanden flossen. En als je bijvoorbeeld geen tandenborstel bij je hebt, dan kan je daarna lekker spoelen met Listerine. Echt top. Dat is één. En ik heb ook gewoon een grote fles Listerine gehaald. Deze van Colgate. Maar hij was maar 2 euro en een paar cent. Ja. En wat heb ik nog meer gehaald? Wat is dit? Deze is ook van Cyrano. Een Carmex stick. En voor mezelf heb ik deze Garnier Vitamine C Glow Booster gehaald. Zo'n masker. Was ook maar een euro volgens mij. En ik heb nog zoiets gehaald. Dit is een voetenmasker. Met het Scrub and Care. Ik moet even goed de instructies lezen. Maar ik ben benieuwd. Deze ook van Balea. En we zijn er bijna nu. Ik heb deze lipolie ook gekocht. Van Essence. Deze. Ik weet niet of ze deze in Nederland hebben. Ik weet wel dat er een hele hype is met lipolies. Ik weet nog niet of het van Catrice is of van Essence. Maar in ieder geval... Deze heb ik daar dus gekocht. En ik ben er eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Dus ik ga hem even proberen. Ga ik dit open krijgen? Oh, plakken altijd zo irritant. Maar als er één is zonder plakband, koop ik het ook niet. Dus het is wel gewoon nodig, maar het is gewoon irritant om weg te halen. Als je iets koopt van NYX, dan sealen ze dat hele ding. En dan kan je het gewoon makkelijk zo vroep eraf halen. Maar dit is gewoon vermoeiend. Oké, even laat ik nu op en weghalen. Zo.
En dan heb je hem dus hier. De Hydra Kiss. Oeh, dat borsteltje is wel lekker dik, man. Hij ruikt alleen naar niks. Deze lag vooraan bij de kassa. Ik moet even weten hoe duur die is, zodat ik hem op basis van dat kan beoordelen. Deze lipolie is maar €2,95. En omdat het €2,95 is, geef ik hem een dikke vette 9. Echt waar. Hij is lekker dik. De applicator vind ik top. Ik hou van als het dik is, want soms heb je van die lipolies met hele dunne borsteltjes. En dan denk ik echt voor wie is dit gemaakt? Want weet je, er zijn zoveel mensen op deze planeet met dikke lippen. Zoveel mensen met lipfillers en weet ik veel wat. Denk aan iedereen. Dat vind ik dus echt top eraan. Het enige wat ik jammer vind, waarom ik het een 9 geef, is ik heb niks met de geur. Het ruikt naar niks. Normaal gesproken, als ik een lipolie koop van Fenty Beauty of van Clarins. Hun hebben echt van heerlijke lipolies. Honey, kersensmaak, vanille. Echt van allerlei soorten smaken. En het ruikt er ook echt naar. En dit ruikt gewoon letterlijk naar niks. Er staat ook niet O. Er staat honey honey. Nou, ik weet niet of dat de naam is of dat het naar honing smaakt. Maar het is alles behalve honing. Want ik hou van honing lipolies. Maar verder voor €2,95 is het echt top. En hij shijnt ook lekker mooi. Dus dit, ja, ik vind hem gewoon prima. Die van Fenty Beauty nam ik de laatste keren mee naar mijn werk. Ik ben al eerder een dure lippenbalsem kwijtgeraakt. En als er iets is dat me pijn doet, is dat het echt. Dat ding was echt letterlijk die dag geopend. En je lip is de hele dienst droog. Dus ja, als ik deze kwijtraak, doet het me in ieder geval niet zoveel pijn. Dus ja, hier ben ik echt blij mee. Ik ben er echt blij mee. Ja, 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 ja. Oké, en ik heb ook dit gehaald. Deze heb ik al een keer eerder gehaald van DM, Evelyn of zo. Dit is echt top. Dit is een gezichtsreinigingsborstel. En deze kan je zo heel makkelijk tussen jouw handen schuiven. En wasgel erop doen en lekker je gezicht inmasseren. Deze heb ik vorig jaar gekocht. Ik wou die andere al weggooien. Omdat het ja, alle jaren in onze badkamer is. Maar ik dacht van nee, binnenkort ga ik naar de kerstmarkt. Ik hoop dat ze hem weer hebben. Dan koop ik een nieuwe. Dan pas gooi ik mijn oude weg. Dus ja, hier ben ik echt heel blij mee. En wat ik daar ook heb gekocht is zo'n ja, van die meshes voor je wenkbrauwen. Dit. Je kan hier ook je weef mee. Vroeger maakte ik ook mijn weef hiermee los. Ja, is heel handig. Je kan misschien ook je snorretje weghalen. Je kan er echt van alles mee snijden. Wel oppassen, want het is scherp. En als laatst. Oh, dit moest ik eigenlijk bij in de eerste zak laten zien. Maar dit is dus een. Dit is Winter Apple. Die heb ik van mijn moeder gehaald. Ik moest gelijk aan haar denken toen ik dit zag. Ik heb hem alleen niet geroken. Echt waar, wanneer ik bijvoorbeeld iets spray en ik ruik niks, dan ben ik altijd bang, oh my god, heb ik corona, want ik ruik niks. Oh. Oh, ja. Ja, heel lekker fris. En hij sprayt ook heel erg lekker. Deze is dus voor mijn moeder. En deze heb ik voor thuis gekocht. Dit is de Vibresse Limited Edition luchtverfrisser in vanille. En jongens, deze heb ik vorig jaar gekocht en toevallig hadden ze hem dit jaar weer. Ik weet niet of ze dit ook in Nederland hebben, maar als jij de kans krijgt om deze te kopen of alleen al te ruiken. Of nee, ben niet die persoon die deze dingen ruikt en vervolgens terugzet. Doe dat niet. Dat mag niet. Dat is verboden. Nee, jullie moeten mij niet zo aankijken. Ik doe dat niet. Ik ben netjes. Ja. Ik ga helemaal stuk. Want hoe die geur op mij kwam, rook ik dit. Maar ik rook ook ver gewoon poep van Cyrano.
Jullie kennen dat wel. Mannenpoep, mijn gunst. Nee, 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 nee. Maar goed, jongens. Dit is inmiddels alweer het allereerste item en het laatste detail dat ik met jullie wil delen. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze mega DM shoplog. Vond je de video leuk? Vergeet zeker geen duim omhoog achter te laten. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. Dan hoop ik jullie morgen allemaal terug te zien bij Vlogmas dag 13. Doeg!